Welkom bij deze rondleiding door het geheim van de pratende papegaai. Dit is onze allerlaatste en gloednieuwe uitgave die zojuist eigenlijk gelanceerd is. Waarom nu een rondleiding? Het omvat eigenlijk zoveel, dit nieuwe werk, dat het gewoon verstandig is om je even een beeld te krijgen van wat we nou precies hierin hebben toegevoegd. Wat dit nou precies inhoudt, wat jij eraan hebt en vooral ook wat je moet doen om het te krijgen. Maar laat ik even bij het eerste beginnen. Nou, een aantal vragen die bijvoorbeeld beantwoord worden in dit werk, dat zijn: welke vogels kunnen spreken? Nou, de papegaai staat wereldwijd natuurlijk bekend als de vogel die kan spreken. Maar over welke papegaaien hebben we het dan specifiek? Welke soorten kunnen daadwerkelijk goed leren spreken? Welke iets minder? Kun je elke papegaai leren spreken? Of is het inderdaad beperkt tot bepaalde soorten? Dan is ook heel belangrijk om eens een goed antwoord te vinden op de vraag: hoe spreekt een papegaai nou eigenlijk? Hoe werkt dat? En als ik dat weet, wat heb ik daar dan aan? Hoe kan ik dan door die kennis eigenlijk zodanig met mijn papegaai omgaan dat hij sneller en beter leert spreken? Nou, het uitspreken van een woord, dat is één ding. En dat is ook waardoor de papegaai allereerst bekend is geworden, omdat hij dingen kan napraten. Maar we gaan hier ontdekken, in het geheim van de pratende papegaai, dat er veel meer achter zit dan alleen maar het nadoen van een geluid, het reproduceren van een klank. Want je kunt papegaaien wel degelijk gebruik laten maken van taal. Alleen dat moeten ze leren. Net zoals je dat aan een kind van 2 of 3 jaar aan het leren bent. Dus hoe je dat moet doen en waar je dan rekening mee moet houden, dat vind je allemaal terug in deze praktische en beproefde gids. Ik heb gezegd, dat is een praktische en beproefde methode. Maar daarmee doe ik eigenlijk een beetje tekort aan de inhoud. Want er zijn meerdere methodes die dus aan bod komen. Aan de hand van praktische lessen ga je dus in staat zijn om op een super gemakkelijke manier. En waarom is het super gemakkelijk? Omdat het getest en nog eens getest en nog eens getest en nog eens beproefd is. Niet door ons alleen, maar wereldwijd door verschillende mensen die al... Nou, sommigen al meer dan 30 jaar intensief bezig zijn met dit onderwerp, namelijk het spreken van papegaaien. Nou, doordat het dus getest is, weet je dus dat als je die lessen gaat volgen, gaat uitvoeren met je vogel, dat het ook echt zal werken. Het is niet zo van, ja, maar mijn vogel, die krijg ik dat nooit voor elkaar, want hij stapt nog ineens op of hij heeft al 10 jaar in zijn kooi gezeten. Of al die soort dingen, dat komt allemaal aan bod. Want ook dit werk van ons, dat zal bijdragen tot een betere kwaliteit van leven van elke papegaai of parkiet die als huisdier wordt gehouden. Dat is bij al onze uitgaves altijd de rode draad. He, om een steentje bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van deze dieren. Waarbij gewoon een heel stuk extra kennis noodzakelijk is om ze als huisdier te kunnen houden überhaupt. Oké. Nou, we gaan ook aandacht besteden aan de interpretatie van papegaaientaal. Wat bedoel ik daarmee? Elke soort die heeft zo zijn eigen soort geluiden. Nou, daar communiceren ze onderling mee. Maar ook wij kunnen die taal als het ware leren verstaan. En dat zal je ontzettend helpen in je relatie en communicatie met je vogel. En of je het dan hebt over de al onbekende grijze roodstaart, die bekend staat en helemaal terecht overigens als de beste prater onder de papegaaien. Maar ook bij een grasparkiet of een zonparkiet of een valkparkiet. Het is allemaal wat je hier eigenlijk leert, is van toepassing op elke soort kromsnavel. We gaan ook aandacht besteden aan waar je op moet letten voordat je zo'n papegaai aanschaft. Stel dat je hebt de wens om een papegaai in huis te halen, maar vooral toch omdat je het zo leuk vindt dat hij kan leren spreken. Nou, waar moet je dan op letten? Moet je jezelf beperken tot een bepaalde soort?
waarom is die grijze roodstaart papegaai eigenlijk zo in de picture als het gaat om spreken? Of zijn er ook andere soorten? Nou, daar gaan we allemaal heel veel aandacht aan besteden. En natuurlijk, hoe krijg je je papegaai zover als je hem eenmaal hebt om hem daadwerkelijk gebruik te laten maken van taal door het aanleren van woorden? Nou, hoe kun je dat bewerkstelligen? Hoe krijg je hem zover? Nou, hier een kleine blik door de inhoudsopgave. Je ziet dat het best behoorlijk veel is. Maar er is wel heel goed over nagedacht in welke volgorde je de informatie krijgt, zodat je het ook echt zelf kunt toepassen. Je krijgt eerst een algemene introductie omtrent het spreken van papegaaien. En zal ik even snel doorschieten. Dan zie je, we hebben heel veel aandacht besteed aan de vormgeving. Omdat ik belangrijk vind dat je ook echt deze informatie tot je kan nemen. Dat je niet naar hele lappen saaie tekst moet gaan zitten te staren. Maar dat je echt gewoon als het ware gewoon nuggets kan pakken en daar direct iets mee kan doen. Dus je kunt even een pagina lezen en dan direct toepassen. Dat is eigenlijk de bedoeling. Nou, zo blader ik even door. Helemaal door de introductie. Nou, het geheim van de pratende papegaai is dus echt bedoeld om die dingen waar eigenlijk iedereen van zegt van papegaai praten na, het zijn napraters. En er is zelfs zo'n stichting tegen het vloeken die eigenlijk gebruik maakt van een grote ara op een poster. Om maar duidelijk te maken dat je niet moet vloeken, want dat is allemaal aangeleerd. Nou ja, en daarmee ook weer soort van het misverstand eigenlijk weer onderschrijven dat papegaaien domme napraters zijn die niet weten wat ze zeggen. En dat beeld van een papegaai die schundige taal uitkraamt, dat is wel zo ontzettend achterhaald. Dat komt echt uit de tijd van de zeerovers en de piraten. Een stukje geschiedenis van hoe de papegaai überhaupt in Europa en Amerika terecht is gekomen. Dat stamt daar uit die tijd. Mensen die gingen onbewoonde of onbekende gebieden plunderen. En daar werden dus papegaaien aangetroffen. Nou, die werden meegenomen tijdens de plundering. En omdat het al zulk ruw volk was, wat zich in toen de tijd al in bars, cafés en zo ophield met allerlei ruige taal, leerden die beesten die taal. Van allemaal schundige taal en woorden na te praten. Zonder natuurlijk te beseffen, in de meeste gevallen, wat ze precies zeiden. Maar daardoor kreeg de papegaai vanaf het begin eigenlijk een negatief imago. Omdat ze dus altijd lelijke taal uitkraamde. Nou, terwijl dat helemaal niks te maken heeft met de aard van het dier natuurlijk. Dus nou, daar gaan we ook een klein beetje op in dit werk. Dat je een achtergrond beeld krijgt van hoe is dat eigenlijk allemaal ontstaan. En dat we inmiddels al honderden jaren verder zijn. En dat er dus veel meer bekend is over papegaaien dan dit slechte begin. Er is zo ontzaglijk veel onderzoek gedaan. Ruim 40 jaar achter elkaar door. Alleen al door bijvoorbeeld Irene Pepperberg uit de Verenigde Staten aan de Harvard Universiteit. Nou, daar hebben we ontzettend veel van geleerd als papegaaienliefhebbers wereldwijd. Nou, ik ga even door naar een aantal onderwerpen. Zomaar even doorheen dat je een indruk krijgt wat er aan bod komt. Nou, het opbouwen van een relatie met je papegaai is van onschatbare waarde natuurlijk. Ook totaal onmisbaar. Dat moet je absoluut doen. Nou, daar gaan we dus aandacht aan besteden. Hoe je dat het beste kunt doen. Waarom ze reageren zoals ze reageren. Een grijze roodstaart, zoals je hier ziet in het wild. Dat is een groepsdier. Deze papegaaien die leven in grote groepen. En het feit dat ze dus in die groep leven, dat maakt eigenlijk deel uit van hun hele veiligheidsmechanisme. Ze voelen zich veilig door die groep. Want het is echt als een school vissen. Als er één naar links gaat, dan gaan ze allemaal naar links. Ze waarschuwen elkaar en daardoor ontstaat er een soort veiligheid in die groep. In de individuele vogels. Nou, dan begrijp je al dat op het moment dat jij dus zo'n vogel alleen gaat houden in een kooi thuis, dan is dat helemaal totaal niet meer aan de orde, dat hele groepseffect, zou je denken. Maar niks is minder waar, want het zit nog steeds in dat kopje van dat dier. Instinctief is dat gewoon ingebouwd. Nou, als je dat nu weet, hoe ga je dan om met die papegaai op dat gebied? Nou, dat is iets waar we hier wat aandacht aan besteden.
Want dat heeft ook weer alles te maken met hoe je je papegaai kunt leren spreken. Hoe is de gemoedstoestand, hoe is de houding van je papegaai en hoe krijg je hem in die houding en die gemoedstoestand dat hij echt wil gaan leren? Dat is namelijk de meest gemaakte fout waardoor mensen het snel opgeven. Dat ze op het verkeerde moment, verkeerde tijdstip met die papegaai beginnen en dan lukt het niet. En of dat nou een grijze roodstaart is of een kakatoe of zoals hier ziet de muisparkiet. Overigens ook een uitstekend goede prater. Dat maakt eigenlijk geen verschil. Het is eigenlijk gewoon een kwestie van begrijp die vogel en dan ga er dan mee aan de slag. Nou, veel achtergrond ook wel over het spreken van vogels. Van hoe zit dat in elkaar, hoe werkt dat allemaal? Zowel psychisch als ook gewoon fysiek, lichamelijk. Wij hebben stembanden. Hoe zit dat dan bij een vogel? Nou, dat komt ook aan bod. En dan krijgen we, ik ga er even heel snel doorheen, ook een aantal vogels die ik gewoon belicht. Van als je op zoek bent naar een goede spreker, wat voor vogels moet je dan zeker even in overweging nemen? En welke beslist niet? Nou, daar gaan we dus ook aandacht aan besteden. Nou, dan ga ik even door. Er is ook een stukje over video. Nou, zou je misschien zeggen van video, hoezo? Heel erg boeiend om te lezen. Ik ga nou niet verklappen wat het allemaal inhoudt. Moet je echt zelf gaan zien. Maar dat is, daar kun je ook direct mee aan de slag. Even kijken. Wat ik eigenlijk even wil zoeken, dat is de lessen. Dat is hier. Hier beginnen dus de lessen die je kunt toepassen. Nou, dat zijn hele goed uitgedachte lessen die je zelf kunt toepassen met welke papegaai dan ook. Of parkiet overigens. Er zijn, zoals je net zag, die muisparkiet. Dat wordt dan in het Nederlands muisparkiet genoemd. Maar in de Engelse taal is dat bijvoorbeeld de Quaker parrot. Ja, daar is het gewoon een volwaardig papegaai. Dus dat, door dat wisselen van die namen, dan kan je soms op het verkeerde been worden gezet. Dat je denkt van, oh, dat is een parkiet, die zal wel niet zo goed kunnen leren spreken. Nou, niks is soms minder waar. Kijk, de beste spreker kan zijn een grijze roodstaart. Maar je kunt ook een grijze roodstaart hebben die geen woord uitbrengt. En daar een geelwang Amazone naast hebben. Die gewoon de oren van je hoofd kletst dat je het liefst een rol tape zou pakken om hem eens even de mond te snoeren. Dat bestaat ook. Dus het heeft met meer dingen, veel meer dingen te maken dan alleen de soort. Nou, zoals degene die ons volgen wel weten, hebben wij zelf ook een kakatoe echt die de oren van je hoofd kletst. Dus ja, ook dat is allemaal mogelijk. En we gaan hier dus, ik ga daar nou niet te veel op in, maar in deze lessen ga je dus alles leren over hoe je je vogel aan het praten krijgt en allerlei verschillende manieren om dat voor elkaar te krijgen, die komen aan bod. Ik ga nu even helemaal terug naar het begin. Er is natuurlijk heel veel meer. En dat is deze video gewoon veel te kort om dat allemaal te verklappen. Zou ook niet leuk zijn, dan kan je het niet echt goed tot je nemen. Dus wat hebben we gedaan? We hebben nu het boek klaar is, hebben we alvast een aantal exemplaren van deze digitale uitgaven beschikbaar gesteld voor de mensen die ons volgen, zoals jij dus waarschijnlijk die deze video kijkt. En daarom kun je die voor een simpel, heel klein bedragje kun je hem aanschaffen. Nou, en dat kun je dan doen onder deze video. En ik zou zeggen, lees het nog eventjes door of wacht niet te lang, want misschien terwijl je zit te luisteren zijn ze dadelijk allemaal uitverkocht, want dat gaat, zo leert de ervaring doorgaans, heel erg snel. Nou, ik wens je in ieder geval heel veel plezier met deze nieuwe digitale uitgave. En we horen natuurlijk weer heel graag van iedereen wat de vorderingen zijn. Nou, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En tot kijk. Bye bye.